Dag, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Ik ga de mini Mochila Bag tas maken, haken. En dat ga ik samen met jullie doen, zodat jullie ook straks een erg leuke tas hebben. Ik haak hem met Royal van de Zeeman, 1 eurobol. En ik haak met dubbele draad. En ik doe dat altijd gewoon, ik trek hem uit het midden, een draad, en dan de wikkel eraf. Dus ik doe 1 bol gebruiken. Sommigen vinden het fijner om 2 bollen. Moet je zelf om 2 bollen tegelijk te gebruiken. Dat moet je helemaal zelf weten. Nou, de Zeeman heeft weer een nieuwe kleur. En dat is deze. Een leuke kleur blauw. Ik heb hem meteen gepakt. Ik denk, daar gaan we mee maken. En we gaan het samen doen. En we beginnen bij de bodem. En de bodem is eigenlijk altijd hetzelfde. Je meerdert. En je meerdert in elke ronde. Dus laten we beginnen. Dan wordt vanzelf duidelijk. Ben je nog een beginnend haakster, kan je dit ook gewoon prima meehaken. Zolang je de vaste maar kent. En we haken in spiraal. Dus we hoeven niet elke keer om te keren of zo. Dus eigenlijk haak gewoon mee. Het lukt je. Echt waar. We gaan beginnen. En we beginnen met de magische cirkel. Een magische ring. Nou, dat kan je zo heel ingewikkeld maken als je het wil, maar je kan ook gewoon 4 of 5 lossen. 3, 4. En die sluit ik met een halve vaste. Een halve vaste, dat is gewoon dit. En dan zo 2 lussen. Zo, ons begin is er. Dit is ons cirkeltje waarin we gaan haken. En we beginnen met 8 vaste. Hier in te haken. Nou, dan moet je even het midden opzoeken. En dan gewoon 8 vaste. 1. 2. En ik haak meteen deze weg. Dat ik deze draadjes niet meer zie. 2. En dan 3. 4. 5. 6. 7, 8. Dat was ronde 1. En het is trouwens handig met een witte achtergrond en een witte bol, maar ik hoop dat het allemaal goed te zien is. Dan hebben we hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan is dit onze eerste voor de volgende. En dan in rij 2 doen we 2 vast in elke steek. Dus we beginnen in deze en daar doen we 2 vast in, 2, 2, 2 en tot aan het eind. Dus ik doe de eerste 2 in de eerste van de vorige ronde en nu doe ik meteen in de eerste, die ga ik even een stekenmarkeerder. Dat doe ik zelf eigenlijk nooit, want ik tel altijd in 1 stuk door. En de volgende ronde begin ik ook in 1 stuk. Maar omdat er misschien ook wel beginnende haaksters bij zitten, of hakers, ja, wie zal het zeggen, doe ik het wel even zo. Dus dat het wat makkelijker is. Nou, dan gaan we in de volgende, doen we ook 2. Hier ook 2. Die 2. Deze 2. En in de laatste ook 2. Nou, en dan tellen we ze heel even na. Want je wil niet meteen al verkeerd gaan. Maar dus dit is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 en 16. Dat klopt, want we hebben verdubbeld. Van 8 zijn we nu naar 16 gegaan. Nou, dan haal je een markeerdertje weg. En dan gaan we ronde 3. Is 1 vast in de eerste. En 2 in de tweede eigenlijk. Dus we krijgen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dus 1. Nou, dan zet je je markeerder weer in. Als je hem niet verliest. Een zwaar weekend gehad.
Nou ja, oké. 1, zo. En dan... Twee, drie. Dan vier. Vijf, zes. Zeven. Acht, negen. Tien. Elf, twaalf. Dertien. Volgende 14, 15. 16. 17 en 18. 19. Volgende 20, 21. Dan 22. En in de laatste 23 en 24. Nou, rij 4. Dan doe je 2 vaste en dan doe je 2 in 1. Dus ik haal eerst mijn steekmarkeerder er weer uit. Ik kan echt merken dat ik er echt nooit mee werk. Ik heb er gewoon ruzie mee. Het zit gewoon nu vast. Zo. Nou, 2 en daarna 2 in 1. Dus je doet 1, 2... 3, 4, 5, 6, 7, 8. Snap je? Dus 1, 2, dus hier 1, hier 1, hier 2. 1, 2, 3, 4. Dat gaan we doen. Doe ik eerst weer de eerste. Dan gaan we markeren weer in. Zo. Dan doen we de tweede. En dan doen we er 2 in 1. Dus 1, 2, 3, 4. Dan 5, 6. En dan weer 2 erin, 7, 8. De volgende 9, de volgende 10 en de volgende 11, 12. Dan 13, 14. En dan weer 2 is 15 en 16. Dan 17, 18 en weer 2 is 19, 20. 21, 22, 23 en 24. Vijfentwintig, 26, 27 en 28. Dan 29, de volgende 30 en in de laatste 1 en 32. Weer een rij af. En nou, de kenners die wel vaker een cirkel hebben gemaakt, of een rondje, die zouden nu zeggen, ja, maar nou ga je allemaal hoeken maken. Dat klopt, maar als we zo omhoog gaan, dan beloof ik je, dan zie je er niets meer van. Dus, en vind je het wel storend, dan ga je het echt anders doen. Maar moet je het even op je eigen manier doen. Maar volgens mij is het niet storend. Nou, dit was deze rij. En nu zijn we geëindigd en nu hebben we 32 vaste in totaal rondom. Nu gaan we naar toer 5. En toer 5 doen we 3 vaste en daarna 2 in 1. Dus we doen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nou, we gaan het gewoon doen. 1, we markeerden er weer in. Dan 2, 3. 4 en 5. 6. 7. 8. 9 en 10.
dan 11, 12, 13 en dan 14 en 15. Zestien, zeventien, achttien, negentien en twintig. Eenentwintig, tweeëntwintig. Nog maar knipkaar. 22 was ik. 23, 24 en 25 samen. Dan 26, 27, 28, 29 en 30. 31, 32, 33. 34 en 35, 36, 37, 38 en als laatste 39 en 40. Zo, we zijn van 32 naar 40 gegaan. En dan gaan we naar de volgende rij en dat is rij 6. En rij 6 gaan we naar 48 toe en dat doen we... Door de eerste vier vaste van de vorige rij doen we gewoon 1 in en dan doen we 2. Dus 1, 2, 3, 4 en in de volgende doen we 5 en 6. Ja, dus de eerste vier gewoon 1 vaste en dan 2. Dus we beginnen 1, pak markeer er weer. Twee, drie, vier, ik zit even uit beeld, zit ik met mijn draad te stoeien. Even kijken, 1, 2, 3, 4 en dan krijg je 5, 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10 en dan 11 en 12. Dan krijgen we 13, 14, 15, 15. 16. En dan 17 en 18. Dan 19, 20, 21, 22. En dan samen 23 en 24. Vijfentwintig. 26. 27, 28 en dan samen 29 en 30. Dan 31, 32, 33, 34 en dan samen 5 en 36. Dan 37, 38. 39, 40 en dan 1 en 42, dan 43, 44, 45, 46, nou en dan in de allerlaatste 47 en 48. Nou en nu gaan we onze laatste rij doen en dat doen we door 1, 2, 3, 4, 5 en dan 2 in de laatste. Dus dan komen we op 7 uit in totaal. Dus
beginnen weer met 1. Steekmarkeren er weer in. Maar wat we nu ook anders gaan doen, ik heb er nou eentje gedaan. Wij gaan ook onze kleur die we straks gaan gebruiken, gaan we meehaken. Nou, en dat doe je. Pak hem. 2 draden. Zo. En die neem ik gewoon mee. Dus die leg ik erachter. Wel een beetje doen dat ik hem ook straks... Zo, die leg ik erachter. En dan ga ik verder haken. Dus ik heb er 1 gedaan. En ik zeg net, we doen er 5 en dan 2 in 1. Dus we gaan naar de tweede. En dan haak ik er eigenlijk een soort van omheen. Kijk zo. Mijn vaste eromheen. Dus dit is 2. De volgende is 3. 4. En dan 5. En de volgende 6, 7. Kijk, en dan doe ik hem even een beetje aantrekken, want het is natuurlijk niet helemaal strak gestaan. Zo. Oké, ons begin is er. Dus we zijn de draad, gaan we nu gewoon meehaken en dan krijg je de stevigheid van de tas. En we gaan zo de steek, naar deze gaan we de steek ook veranderen. Dus het wordt allemaal duidelijk. Oké, dat waren de eerste 7. Dan 1, 2, 3, 4, 5 en dan in de volgende 2, 6, 7. En hou je draad gewoon een beetje op spanning. Maar trek niet te hard aan, want dan krijg je dus dat je het dus naar elkaar toe gaat trekken. En kijk, nu zie je een heel klein beetje de blauwe doorheen. Ja, ik vind dat niet hinderlijk en straks zie je er ook helemaal niets meer van. Maar ja, als je hem te strak aan gaat trekken, krijg je gewoon echt geen mooi model. Dus hou het een beetje strak, maar niet te strak, ook niet te los. Volgende 7. 1, 2, 3... 4 en dan 5 en dan 2 in de volgende. 1, 2. Dan 1, 2, 3, 4, 5 en dan 2 in de volgende. 1, 2, 3, 4, 5 en dan 2 in de volgende. Zal jullie opgevallen zijn dat ik nu in een anders begin te tellen? En ja, dat is gewoon, één vindt, als ik geen stekenmarkeerder gebruik, dan tel ik dus zoals ik net deed, doe. Van 5 naar 6, 7, 8, 9 en dan tot in dit geval 56 steken. Doe je een steekmarkeerder en ben je snel afgeleid, dan is het gewoon iets makkelijker om gewoon van 1 tot en met 7 te tellen. Oh, dan mag ik ze alle 4 meenemen, dat moet ook niet. 1, 2, 3, 4, 5 en dan... 6 en 7. 1, 2, 3, 4, 5 en dan 6 en 7. En in de laatste 6 en 7. Nou, nu, dit is onze bodem. Groter gaat die niet worden. Dit wordt onze mini.
mini tasje, mini mochila look alike, want het is natuurlijk niet helemaal echt een mochila, doe je dus met katoen. En nou, de techniek is wel hetzelfde. We gaan nu beginnen. We hebben 56 steken in totaal, dat houden we zo. En nu gaan we dus omhoog werken. Ja. Maar we gaan ook de techniek iets veranderen. Ja, haal ik eerst de markeerder eruit. En dan gaan we aan de eerste rij beginnen. De eerste rij is alleen nog maar gelukkig wit. Dus we beginnen makkelijk. Wat gaan we nu veranderen aan de steek? We gaan hem in de achterste lus haken. En waarom is dat? Omdat dan straks je patroon mooi recht wordt. Dus in de achterste lus slaan we draad om. En dan gewoon zo. Achterste lus. En dan, zie? En dan doe ik nog wel even mijn markeerder erin. In de eerste. Zo. Dus, nou gaan we helemaal door naar het eind. Want dit was de makkelijke rij. Nou, en dan gaan we gewoon in de achterste elke steek. Niet te strak aantrekken. En zo doe je elke steek. En dan gaan we na deze steek gaan we het patroontje maken. En als je dan vindt dat het iets te veel, dan doe je ietsje aantrekken. Kijk, en je hebt altijd dat je hebt natuurlijk een witte, wit is mijn hoofdraad. En dan ga ik nou blauw zitten te verstoppen. En dan zie je dan net eventjes iets meer. Maar echt waar, zoals ik het al zei, dat zie je straks echt niet meer. En zie je bij jou nou veel te veel, ja, dan zal je toch ietsje moeten gaan aantrekken. Maar ja, ik zeg het ietsje. Ja, maar verdwijn ik even uit beeld, sorry. Maar het is gewoon dus in de achterste lus en dan is het gewoon vast. En gewoon altijd zorgen dat je om die meeloopdraad heen gaat. Kijk, en we meerderen nu niet, dus we gaan eigenlijk zo omhoog. Dus dan ga je een beetje het uiterlijk van het tasje zien. Nu denk je gewoon, we zijn grote onderzetten aan het maken. Kijk, dan heb ik hem hier niet helemaal netjes. Twee draden aangetrokken. Dus zo, dan trek ik dat een beetje aan. En door. En dan zijn we er al bijna. En dan gaan we aan het patroontje beginnen.
Nou, mijn laatste steken. Zo, dit is de laatste. Nou, dan gaan we beginnen. Oké, de toer met het patroontje gaat nu beginnen. En we halen de steekmarkeerder eruit. Het patroontje gaat zo dat we eerst 3 wit doen. Dus dit is de eerste steek. Dat is in de achterste lus een wit. De tweede ook. De derde ook, maar die eindigen we wat anders, omdat we daarna met de blauwe verder gaan, eindigen we die ook met blauw. Dus we beginnen de vaste door de wit over te halen. En dan nemen we dus de blauwe mee terug. Kijk, en ik heb hier mijn witte draad en mijn blauwe draad hier. En hoe doe je dat dan? Dan pak je de draad zo, omdat je niet wil dat straks die twee draden zo in elkaar zitten. En dan nemen we die zo mee terug. Dus nu zijn we over naar blauw. Dus ik heb nu 3 wit gedaan. Dus ik ga even 1, 2, 3. Mijn steekmarkeerder even in de eerste zetten. En nu gaan we 1 blauw doen. En die eindigen we dus meteen dat we hem weer terug gaan in wit. Dus we beginnen. En we pakken de witte draad. Zo. En dan trekken we de blauwe iets aan. Dat was onze eerste steek. Nu krijgen we, even tellen hoor, 6 witte. Dus. Oh, en dan nemen we natuurlijk de blauwe mee. Dus 6 wit. 1. 2. 3. 4. 5. En dan 6. En de zesde eindigen we weer met blauw. En die gaat weer onderlangs. Omdat je niet wil dat de draden met elkaar in de knoop komen. Dus nu hebben we 6 wit. En dan krijgen we weer 1 blauw. Die we dan weer eindigen met wit. Snap je? Nou, en dan krijgen we dus weer 6 witte. Eén. Twee. Drie. Vier. Vijf. En dit is mijn laatste. En die wil ik weer eindigen met blauw. Dus de laatste sla ik om met blauw. Dan doe ik weer 1 steek blauw. Die trek ik een beetje aan. En dan ga ik weer 6 wit doen. 1. 2, 3, 4, 5 en 6. En die zesde eindig ik weer met blauw. Hier moet je gewoon even een handigheidje in krijgen hoor. Dat je die draden niet in de knup krijgt. Want dat kreeg ik eerder altijd. Ik pak het elke keer zo, zo, zo. En dan zit het op een gegeven moment echt helemaal vast. Dus dat wil je wel leren zo. Nou, dan gaan we weer 1 blauw doen. En dan gaan we weer 6 wit doen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En dan gaan we weer terug naar blauw. Kijk, en trekt het een beetje in figuur. Dan 1 blauwe weer.
over naar wit. 6 wit. 1, 2, 3, 4. Even aantrekken. 5 en 6. Die we eindigen met blauw. Dan doen we weer 1 blauwe. En dan 6 wit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En dan weer 1 blauw. Die we de laatste steek weer met wit doen. En dan doen we weer 6 wit. 2, 3, 4, 5, 6. En dan doen we 1 blauw. Terug naar wit die ik om mijn steekmarkeerder heb. Hier. En dan zijn we hier begonnen met 3 witte. En we eindigen dus met 3 wit. En dat is bij elkaar ook weer die 6. Dus als je ook zo uitkomt, heb je het heel goed gedaan. 1, 2 en 3. Nou, dan leggen we hem neer. En dan is de bedoeling, nou mijne is dat hij helemaal plat is. Dat is de bedoeling, ietsje bollen. Een bolling maakt helemaal niet zoveel uit. Maar het mooiste is als die een beetje goed plat is. Nou, zien jullie al? Dit is al leuk, hè? En dit is pas steek 1 met patroontje. Of rij 1 met patroontje. We gaan gewoon verder. We gaan door met de volgende rij. Nou, steekmarkeerder er weer uit. Ik moet alleen heel even erg oppassen dat ik alles wel in beeld hou. Dat is nogal een beetje moeilijk. Nou, de volgende rij begin je met 2 witte. De tweede witte eindig ik weer door mijn blauw te veranderen. Dan gaan we 1 blauwe doen. Die ik weer terug doe naar wit. Dan doen we een witte. Die we weer blauw maken. En dan doen we weer een blauwe. En dan gaan we weer terug naar wit. Klinkt heel ingewikkeld, maar het valt mee, hè? Dus je hebt een blauwe, witte en blauw. Dan doen we 4 witte. 1, 2, 3, 4. En de vierde eindigen weer met blauw. Nou, dan zijn we weer bij blauw. En dan doen we 3 blauwe. 1. 2. En dan de derde eindigen we weer met wit. Nou, dan doen we weer 4 wit. 1. 2. 3. En 4 eindigen we met blauw. Zie je, het wordt al een kommetje. Dan kregen we 1 blauwe. Die we eindigen met wit. Dan kregen we een witte. Die we eindigen met blauw. En dan kregen we blauw.
die we eindigen met wit. En nu heb ik dus gedaan waar ik net voor waarschuwde. Kijk, nu ben ik dus gaan draaien. En dat moet ik even. Zie, dat is dus echt niet handig. Zo, kijk dan weer al die draden. Slim, hè? Zo. Ik ben er weer. Oké. Dat was die. Die moet hierheen. Zo, nou klopt het weer zo'n beetje. Dus, nu krijg ik weer vier wit. 1, 2, 3 en 4. En die eindig ik weer met blauw. Denk erom niet te strak haken, hè. En dan doe ik weer 3 blauwe. 1, 2, 3. Die ik weer eindig met wit. Nou, ik denk dat dit wel duidelijk is. Zie, want het is een terugkomend iets. Je begint met deze. Dus dat is... Je begint met 4 witte. Nou, de eerste rij natuurlijk niet. Maar dan markeer je er... zit. Oh, die heb ik vergeten erin te doen. Nou, die zal ik meteen even in doen. Je begint met 2 witte. En dan... Ik doe hem er meteen wel even in. 2 witte, anders brengen we iedereen in de war, inclusief mezelf. 2 witte, dan krijg je blauw, wit, blauw. En dan vanaf daar is het 4, 3 blauwe, 4, blauw, wit, blauw. 4, 3 blauwe, 4, blauw, wit, blauw. En zo ga je door naar het eind. En dan zie ik jullie daar weer. Oké, ik heb mijn rij af. Ben ik weer bij mijn steekmarkeerder. Geëindigd en dan gaan we door naar de volgende rij. En dat begin, en die beginnen we met 1 witte. Die we eindigen met blauw. 2. En dan doe ik meteen dit keer mijn steken markeerde op zijn plek. Nu. Even kijken hoor. Nu zijn we bij 1 blauwe. Dan doen we 1 witte, 1 blauwe, 1 witte, 1 blauwe. Dus 1 blauwe. Die we eindigen met wit. 1 witte. Die we eindigen met blauw. En blauw doe ik altijd achterlangs. Dan een blauwe. Die we eindigen met wit. En dan een witte. Die we eindigen met blauw. En dan een blauwe. En we gaan weer over op wit. Dus we hebben blauw, wit, blauw, wit, blauw. En dan doen we 2 witte. En dan gaan we weer over naar blauw. En dan gaan we naar deze en hier doen we 5 blauwe. 1, 2, 3, 4 en 5. En 5 eindigen we weer met wit. Nou. Nu hebben we het allebei een keertje gedaan. Nu krijgen we weer 2 wit. En dan krijgen we weer blauw, wit, blauw, wit, blauw. Dan krijgen we weer 2 wit. En dan krijgen we weer 5 blauwe. En zo gaan we weer door tot aan het eind. Nou, ik ben weer bij het eind. En, of ik ben weer bij het begin. Kan ook. Steek mijn keer eruit.
En de volgende rij beginnen we. Gaan er een vierkant van maken. Dus we beginnen nu met twee witte. Dus we gaan weer over die blauwe heen. Dus twee witte. Dat is 1. En dat is 2. En die eindigen we weer met blauw. Dan doen we een blauwe, een witte en weer een blauwe. En vind je dit nou erg moeilijk? Doe gewoon even terugspoelen en kijk het nog een paar keer. En dan ga je het echt wel zien. Dat komt goed. Blauw, wit, blauw. En dan doe ik 2 witte. 1. En 2. En dan doe ik. Ik had de vorige rij 5. En dan ga ik naar 7. 7 blauw. 1. 2. 3, 4, 5, 6 en 7. Zie? En dan gaan we weer 2 witte, blauw, wit, blauw, 2 witte en 7 doen. Nou, zo kunnen jullie wel even weer door, hè? Dus nu krijg je 2 witte. Even. Moet wel goed doen. Zo, 2 witte. En dan blauw, wit, blauw. 2 witte, 7 blauw. Dus het komt, elke keer haalt het zich, hè? Ik denk dat jullie dat al wel door hadden, maar ja, ik zeg het even. En zo gaan we door. Tot aan het eind. Zo. Steek mijn keer er weer uit. En dan gaan we de volgende rij beginnen. Met draden weer. Zo. Oké. Hier beginnen we dus weer met 3 wit. 1, 2, 3 wit. En ik zeg het nu niet meer, maar je snapt wel dat als je naar een andere kleur gaat, je de laatste overslag moet doen met de andere kleur. 3 witte. 1 blauw. 4 witte. 4 wit. 1, 2, 3, 4. Over naar blauw. Dan doen we 5 blauw. 1. 2, 3, 4, 5. Kijk, en ik snap als dat je nog nooit deze tassen hebt gemaakt. Dat je denkt, waarom doe je eigenlijk dubbel draad met haaknaald 6? En dat is eigenlijk om deze tas een beetje stevig te krijgen. En dat hij een beetje rechtop blijft staan. Ja, dat is gewoon het mooist. Dus daarom doe je hem met een haaknaald minder. Of kleiner bedoel ik. Ik zit dan wat anders te bedenken dan dat ik zeg. Even kijken, ik ben hier begonnen. Dan zie je dat ik nooit met steekmarkeerders werk, want ik vergeet ze ook gewoon. Kijk, dit wordt ons patroontje tot nu toe. Nu gaan we weer minder. Hier gaan we naar 5. En dan gaan we weer. Even kijken hoor, hier hebben we nu 4 wit,
En dan 5 blauw. En dan doen we weer 4 wit. 1, 2, 3, 4. 1 blauw. En dan weer 4. En zo weer door. Dus. Zo. Volgende rij weer. Nou, en als jullie het goed hebben gedaan, dan is dit ook jullie patroontje. Onze volgende rij beginnen we met 9 wit. Dus dat is 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Oh, en dan moet ik wel allebei de draden pakken. 9. En dan gaan we over naar blauw. En de vorige was 5. Nu gaan we nu naar 3. 3 blauw. 1. 2. 3 blauw. En dan gaan we nu, als ik het goed heb, 11 wit doen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 wit. Dus dit is eigenlijk een makkelijk rondje. Nou, en als je er dan 11 wit hebt gedaan, doe je weer 3 blauw, 11 wit. Tot aan het eind. Zo. Nou. Nou gaan we, deze hebben we dus eigenlijk klaar. Dan hebben we daar wit tussen gedaan. En dan gaan we nu, deze komt daarboven. En dan straks boven deze komt deze. Dus zo gaan we het doen. Dus we hebben nu 1 rij overgeslagen. En haal ik mijn steekmarkeerder er weer uit. En dan, even kijken, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan komt hij hier. Dus ik doe 1, 2, 3 wit. En hier is de eerste voor de steekmarkeerder. 1. Zoals je kon horen, had ik die in mijn mond. Zo. Dan 2. 3. Dan komt hij hierin. En dan heb ik er straks, ga ik 6 witte doen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja. Dus hij komt hierin. Dus ik moet al deze even. Ik heb die 3 gedaan. Maar dan moet ik hem wel afsluiten met blauw. Dus je begint er met wit. En afsluiten met blauw. Dan komt er dus 1 blauwe. En dan komt er. Dan moet je weer omkeren. En dan komt er 6 wit. 2. 3. 4. 5. En 6. En dan komt er weer 1 blauwe. En dan doe je 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan doe je een blauwe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En dan doe je een blauwe. Dus zoals we begonnen zijn, daar zijn we nu. 6 witte, 1 blauwe. Nou, de volgende rij. Steekmarkeerder eruit. En dan 2 wit. Oh, moet ik wel even goed doen. 2 wit. 1. Eindigen met blauw. En dan doen we 3 blauw. 2.
2. Drie blauw. En hier zijn we geëindigd. En dus slaan we hier een hele rij over. Dus dan gaan we eigenlijk weer naar de volgende. Dus nu doen we er, wit doen we er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 weer. Nou. Dus 11 wit. En dan weer 3 blauw. Nou, weer de volgende rij. Steekmarkeerder eraf. En niet in mijn mond, want dat praat niet handig. Even kijken, we beginnen met 1 wit. Nou zit ik echt 1 wit. Wordt wat moeilijk om het allemaal in beeld te houden. Zo. Nu gaan we weer, deze zijn we weer aan het maken. Dus we gaan van 3 blauwe gaan we naar 5 blauwe. Eén, twee, drie. Waarom doet dit draad zo moeilijk? Zo. Drie en dan 4 en 5 sluit ik weer met een witte. En ik ben echt enorm slecht met die steken markeren. Want ik vergeet hem weer. Even kijken hoor. Ik heb. Even zien hoor. Voor die 5 heb ik 1 witte gedaan. Dus dan moet ik hem hierin doen. Nu heb ik dus 5 blauwe gedaan. En dan ga ik even tellen 1, 2, 3, 4 wit doen. En ik zal wel even van het patroontje wat ik heb getekend, zal ik wel gewoon even een foto plaatsen op mijn MBM haken en zo. .blogspot.nl plaatsen. Dus dan kun je daar nog nakijken. En nu ga ik dus weer een nieuw figuurtje starten. Dus dan begin ik met 1 blauwe. En dat doe ik niet goed, want die moet ik natuurlijk wel eindigen met wit dan. Zo. Nou, en dan doe ik weer, even kijken, 3, 4 witte. 1, 2, 3, 4 en eindigen met blauw. Dus, en nu ga je dus door met 4 wit, 5 blauw en dan weer 4 wit, 1 blauw, 4 wit en zo door met 5 blauw. Zo ga je door. Zo, ik heb deze rij ook weer af. Dan ben ik hier geëindigd met 3 witte en die heb ik, de laatste heb ik gesloten met een blauwe, omdat de volgende rij... begin ik weer met blauw. Steekmarkeerder eruit. En dan ga ik er zo weer direct in zetten. We hebben hier 5 blauw gehad. En we gaan nu naar 7. Dat is het laatste voordat we weer gaan minderen. Zo. Dat is 1. En dan zet ik hem direct weer terug. Zo. Nou, 7 dus. Dat is 2. 3. 4. 5. Een beetje aantrekken. 6.
En dan eindigen we met wit, zevende. En dan doen we 2 wit. En dan doen we eindigen met blauw. Dus 2 wit. En de tweede eindigen we met blauw. En dan doen we blauw. Eindigen met wit. En dan doen we wit. Eindigen met blauw. En dan de laatste weer blauw. Eindigen met wit. Dan krijg je dit. En dat ruimt. Dan doen we weer, even kijken, 2 witte. En neem me soms niet kwalijk als ik even uit beeld verdwijn. Want ik heb wel een ander statiefje gekocht dat ik het beter kan filmen. Want ik zit nu eigenlijk tegen het statiefje die voor me staat met de camera. Zit ik, en dan vergeet je het soms en dan ga je opeens heel enthousiast naar boven en dan ziet niemand het meer. Even kijken, nu gaan we 7 weer doen. 7 blauw. En dat gaat jullie wel zonder mij ook lukken. Dus 2 witte, 7 blauw. En dan krijg je 3. Oh nee, ook 2. En zo door en zo door. Nou, en weer een rij af. En we beginnen al aardig aan het eind, bij het eind te komen. Nou, hier ben ik geëindigd met 2 wit. En ik verwijder mijn steekmarkeerder. En we gaan nu deze weer minderen. Dus wat hier blauw is, wordt ook wit. En dan moet ik in beeld houden. Die wordt ook wit. En daarna wordt die weer blauw. Want we gaan weer van 7 blauw naar 5 blauw. Dus dat is 1, 2. 3, 4, 5. Eindigen met wit. En verrassend, maar mijn steekmarkeerder ligt hier. Even kijken hoor. Ik had er 2 gedaan, dus die moet hier. Nou, dan hebben we 5 blauw gedaan. En dan gaan we dit patroontje weer verder. En die moet dus ook weer uitgebreid worden. Dus we doen 2 wit. Eén. Twee. En dan weer terug naar blauw. En dan doen we blauw terug naar wit. En hij wordt iets anders dan ons figuur wat we beneden hebben. En waarom? Gewoon omdat ik dat leuk vond. Wit, wit en wit weer eindigen met blauw. Die moet natuurlijk wel weer terug naar wit. Misschien vinden jullie mijn uitleg wel inmiddels wel overbodig. Maar ja, nou ja, ik denk ook altijd maar aan mensen die niet zo lang haken. Vinden het misschien wel fijn. En vind je het niet fijn, dan zet je het stop. Nou, zo dus. We hebben 5. Deze gaat naar 5 blauw. 2 wit. Blauw, 3 wit en blauw. Dan gaan we hier weer naar 2 wit, 5 blauw en zo door. Nou, ik heb mijn steekmarkeerder al weggehaald. We hebben nu 5 blauwe gedaan. En we gaan nu naar 3. Dus ik doe 2 witte. En dan de tweede eindig ik natuurlijk met blauwe.
dan 3 blauw. Die eindigen we weer met wit. En dan doen we, even kijken, 1, 2, 3, 4 wit. Even kijken hoor, nee, dat doet niet goed. Dit is 3. Oh ja, ik ga natuurlijk weer deze naar kleine. Ja, klopt wel. Dus ik heb dan natuurlijk een patroontje getekend. En ja, daarna ga ik hem zelf natuurlijk ook voor het eerst maken. Dus er kunnen foutjes in zitten, maar... Dus dat dacht ik even, maar tot nu toe heb ik nog niet 1 foutje. En hij is bijna klaar, dus... Nou, en daarna ga ik een video maken van de grote Mochila lookalike. En dan hoop ik dat jullie echt... dat jullie hem gaan maken en er veel plezier aan hebben. Even kijken, nu heb ik dus 4 wit gedaan. Bij de 4e ben ik terug naar blauw gegaan. En dan doe ik weer blauw. En dan wit. Oh. En weer blauw. En dan doe ik weer 4. 1, 2, 3, 4. En dan weer 3 blauw. En dan weer 1, 2, 3, 4. En zo weer door tot aan het einde. Nou. Nu krijgen we eigenlijk een hele makkelijke rij. En dat is dat we deze eindigen we nu met 1 bovenin. En deze ook. Dus. We gaan nu. Zo. En dan weer een witte. Het maakt ook niet zo heel veel uit. Of je het één naar links of één naar rechts zit. Je ziet het vanzelf in het patroontje hoe je verder moet. We hebben hier 1 blauw gedaan. Dan gaan we dus nu 1, 2, 3, 4, 5, 6 blauwe. 6 witte, 1 blauwe. En dan 1, 2, 3, 4, 5. Weer 6 witte, 1 blauwe. En zo gaan we door. Dus 6 witte, 1 blauwe, 6 witte, 1 blauwe. Nou, we hebben het patroon klaar. En nu gaan we dus 1 rij wit doen. En daarna, we doen de blauwe nog wel meehaken. En daarna doen we nog een rij wit. En die doen we dan met gaten erin. Zodat we daar de lus doorheen kunnen doen. Waar we de tas mee dichtmaken. Dus... rij wit en dat doe je als volgt, want we doen het iets anders. In plaats van alleen door de achterste lus, mag je hem nu gewoon weer door allebei de lussen doen. Nou, en zo ga je de rij door tot het einde. En dan ben ik er weer. Nou, dat heb ik gedaan. Ik heb de eerste rij gedaan met wit en dat ik blauw nog meepakte. Nu gaan we dus de volgende rij doen. En dan gaan we dus de openingen maken waar straks onze lus doorheen komt. Nou, we gaan weer door beide lussen. We hoeven alleen de blauw pakken we dus niet meer mee. We doen 5 vaste. Ik zal toch nog mijn steekmarkeerder blijven gebruiken. Even uit beeld, maar... Zo. 5 vaste, 2, 3, 4, 5, dan doe ik 2 losse en dan sla ik 2 over en dan in de volgende doe ik er weer 5. 1, 2,
3, 4, 5. Doe ik weer 2 lossen. 2 overslaan. 2. En zo weer door naar het eind. Nou, ik ben helemaal rond geweest met 5 vaste, 2 losse, 5 vaste. En nou, dan zijn we er bijna. Kijk, en dan kom je, even kijken hoor, ik heb dan 7, 5 plus 2 is 7, 7 en het was natuurlijk 56 steken, dus ik heb 8 openingen nu. Nu gaan we verder met vaste. Nog even 1 rij vaste. En nou ja, dat is, spreekt voor zich. En boven deze, hier doe je er 2 omheen. 2 vaste. Dus zo gaan we nog 1 keer rond. En dan kun je je rij sluiten met een halve vaste. En dan knip je hem af. En dan hecht je hem ook af. Nou, de tas is zover af. Nou willen we natuurlijk een leuk koordje erbij. Kan je met een Cumihumo schijf doen. Ook erg leuk, maar neemt alleen heel veel tijd in beslag. Dus ik ga gewoon laten zien. Je gaat een vrij lange draad. Nou, even denken hoor. Misschien sta ik echt wel 2 meter. Doe ik altijd aan de deurklink. Dubbele draad doe ik dan aan de deurklink. En maak ik hem vast. Dus nou met een knoopje. En dan maak ik hem vast. Zo. En dan ga ik hem constant zo oprollen. Nou, en dan op een gegeven moment pak ik het begin vast en dan gaat hij al zo. Kijk, dan doe ik het maar een heel klein stukje. Maar dit gebeurt er dan. Nou, in mijn andere tas, die ik even bij zou pakken. Kijk, dan zie je, dan heb ik hem vrij dikke gedaan. Omdat het natuurlijk een grote tas is. Maar, nou. Je moet zelf even kijken wat je mooi vindt staan. Ik zal hem eventjes ietsje meer nog krullen. Kijk, en als je dat dan lang genoeg doet, dan gaat hij zo. Zie je? Dan gaat dat. Nou, en dan gaat hij hier doorheen. Dus je moet kijken wat je dan mooier vindt. Ik denk dat zelfs voor zo'n kleine dit al wel voldoende is. Ga het na en... Nou, je kunt ook trouwens gewoon een losse lijn kan ook. Of met een dubbele draad. Dat is ook erg leuk, hè? Dus doe vooral wat je zelf leuk vindt. Maar zo gaan we een lus maken en die gaan we hier doorheen. En dan, dit doe ik met blauw en dan gaan we het hengsel maken. Nou, dat zou ik ook meteen voordoen. Hengsel doe ik met wit. En even kijken hoor. Die doe ik met enkel draad. Even kijken, ja. En ik doe 10 lossen. Eén, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven, acht, negen, tien. Eentje extra voor het keren. En dan doen we die gewoon in simpele vaste. En wat ik daar wel heel mooi aan vind, want ik zit hem nu met 6 te doen, maar dat is eigenlijk meer om voorbeeld. Maar ja, wie kent er geen vaste? Als je deze tas doet, dan ken je hem vaste. Deze heb ik gedaan met haaknaald 4. Hij is vrij stevig, maar ja, dat moet een hengsel toch uiteindelijk wel zijn. Als je hem over je schouder hebt hangen en hij hangt je op een gegeven moment op de knieën. Kijk, hij is best rekbaar, maar wel stevig. Dus ik doe hem nu net voor met haaknaald 6. Maar als ik advies, zeg ik doe hem met haaknaald 4. En gewoon enkeldraads en dan gewoon een goede strakke vaste. En dat ziet er gewoon echt leuk uit. Dit was hem voor zover. Mijn batterij knippert ook, dus hoe is het mogelijk? Nou, allemaal tas hier op tafel, jullie zien het. Ik wens jullie heel veel plezier met het dragen van deze tas. En ik hoop dat het een plezier was om hem te maken. Laat alsjeblieft foto's zien op mijn Facebookgroep. En
En geniet van je projecten. En tot de volgende video. En nogmaals heel hartelijk bedankt. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Dank jullie wel. Doeg!